enige tijd actief in de vastgoedbusiness. We verkavelen grond, we bouwen woningen en we leveren ook projecten op. Eén waaronder ook onze bekende high quality budget homes. Een van die projecten is Altona Village. Niet zo lang terug hebben we daar de eerste fase van afgerond. Dat ging om 108 woningen. Daar was de vicepresident ook bij. Onze DC, mevrouw Hankers, was ook bij de sleuteloverdracht. Inmiddels zijn we daar ook al gestart met de tweede fase. Dat gaat om 72 woningen. En die woningen zullen eind december van dit jaar worden opgeleverd. De woningen die we hier gaan bouwen, zullen dezelfde type woningen zijn als die van Altona Village. 3 slaapkamers, volledig van steen. Woonoppervlakte ongeveer 70 vierkante meter. De kavels zullen wat ruimer zijn, om en bij 350 vierkante meter. En dat wil zeggen dat de kopers uiteindelijk ook wel wat ruimte hebben om uit te bouwen als ze dat wensen. Zoals u ziet zijn we al begonnen met de bouwwerkzaamheden. De infra is al aangelegd, de voorbereidingen voor de eerste steenlegging is al gedaan. En rest mij nog te zeggen dat we vanaf nu keihard zullen werken om de deadline te halen. En dat is gesteld op eind augustus 2019. Het is mij een waar genoegen en eer om u allen in het kader van de eerste steenlegging voor de bouw van een aantal huizen hier aan de verlengde Helena Christieweg kort te mogen toespreken. Onze regering, mijn mensen, onder leiding van de president Desiree Delano Boutersen, heeft altijd aangegeven dat de ontwikkeling van ons land ten dienste moest staan van deze samenleving. Vandaar dat vanaf augustus 2010, toen onze president de leiding overnam, direct wederom is gestart met het huizenbouwproject. En in 2012 de aanname van de wet huisvestingsplan van 28 november 2012. Ook de verschillende financiële instrumenten die onze regering beschikbaar heeft gesteld, zoals de 5%, 7%, en andere leningsvormen met of zonder eigen inbreng is een welkome verlichting voor de woningzoekenden. We weten dat er veel behoefte bestaat aan woningen. De studenten zijn nu ook zeer actief op zoek en onze regering is drukdoende in deze behoefte te voorzien. Hierbij wordt ook gedacht aan het stimuleren van zelfbouw zodat de kosten kunnen worden gedrukt. Sinds de regering bouwt als je 1 behoort huisvesting tot een van de top beleidsprioriteiten. Allerlei manieren en methodes worden bekeken en uitgewerkt om deze beleidsprioriteit te realiseren. Zelfs in moeilijke tijden is er hieraan gedacht en zijn er projecten uitgevoerd. Adequate huisvesting, vooral voor jonge startende gezinnen, is van eminent belang. Het motto van de regering, een huis voor elk gezin, heeft zelfs in de achter ons liggende moeilijke tijden stand gehouden. Har ik periwaar ke liye, ik ghar. Recent heeft de vicepresident nog een project dat ook in het kader van Public-Private Partnership was uitgevoerd en waarbij meer dan 100 sleutels van woningen zijn afgedragen, heeft hij bijgewoond. Met dat project zijn meer dan 100 gezinnen blij gemaakt. Excellentie president, DC's, DNA-leden, alle aanwezigen. Excellentie, welkom in ons district Wanica. Het is zo dat het bijzonder goed is om te zien dat u hier bent, omdat ik net toen ik terugkwam, ik zat te denken aan de periode toen ik nog heel jong was, 7, 8 jaar. En u weet, wij komen van Adinweg. Mahajanam Adinweg, Ornani Bo, daar komt familie Adin. Daar zeggen we in het Hindustan, Wahan Nargarl, Umbati Bereda. Dat is vandaar. En uiteindelijk, als je dan jong bent en je loopt in de straat Mahajanam Adinweg, kwam ik vaker met mijn grootvader Hans Dewa, die was chirurg. Hij is overleden. Heel gedreven man. En hij reed vaak van district naar district met zijn wagen. Een hoge snelheid, vandaar heb ik kennelijk de hoge snelheid geleerd. Moest weer afleren toen ik minister was. En hij was zo gedreven, maar als arts-chirurg had hij
een bijzondere drive om terug te geven aan die gemeenschap. En daarom reisde hij altijd. Hij was altijd op tempo. Toen ik met hem zat, je moest eigenlijk je angst aanjagen, snel reed die man, hè? Op een 70-jarige leeftijd. Want hij zei, er zijn mensen die wachten voor hulp, ze moeten geopereerd worden. Al was hij district na district en hij was overal te zien. Dan nog op leeftijd van 70 zo, zei hij nog altijd van, kijk Adin weg, hoe weinig mogelijkheden de mensen hebben. Zijn laatste centen voordat hij overleed, heeft hij gestoken in een RGD-polie opzetten. En het is nog steeds daar. We hebben het genoemd Mata Dauletia, is onze para-aji, mijn overgrootmoeder. Mata Dauletia polie daar aan de Adinweg. Dat is me bijgebleven. In 2000, we zijn toen verhuisd in Paramaribo. En mijn moeder werd niet ziek. Ik ben in 2005 teruggekomen uit Nederland. Ik ben komen werken in Wanica. Voor de mensen die weten, alle school hier heb ik lesgegeven. Of de Chagas, Rudra School, Helena Christina. Na 12 jaar werken in Wanica, heb je zo'n snelle ontwikkeling meegemaakt. Dat toen ik terugkwam vorig jaar in mijn district, waar we geboren zijn en getogen zijn, dacht ik bij mezelf, hoe kan ontwikkeling zo snel gegaan zijn in een korte periode van 8 jaar? En ik zie het al vanaf 88 zie ik het. En mijn Aja, die hele emotionele, ziet Adinweg weer zo mooi gemaakt. Al die wegen, allemaal waar ik les heb gegeven, ik zie een nieuwe school hier. Je ziet huizen komen. Als je na bijna 38 jaar, na 20 jaar, na 2005 gewerkt hier tot en met 2013. Na 5 jaar als je terug bent, zie je zoveel in 8 jaar dat je 20 jaar niet gezien hebt. En dat doet bijzonder veel goed. Ook werkgelegenheid, want we zien bouwwerken. Als er bouw is, dan is er werkgelegenheid. Dat doet ook bijzonder goed. Je moet stellen die impact aan die mensen, want als ik ga nog steeds langs. Bij de oude mensen die naar de Sjaak zijn gegaan, die kleine kinderen nu 25 jaar zijn, die we les hebben gegeven toen ze 8 waren. En die kijken heel anders, het is geen boitie meer. Het is stad geworden bijna. Dus het is bijzonder goed om jullie hier te hebben, want we weten wie de driver is achter dit alles. We hebben hier een meneer die ook denkt, bouw, we moeten iets doen voor die mensen. Waarom we dat doen, en dat is precies de reden waarom hij heel veel aanspreekt. Hij is precies als die Aja van me. Dan ga ik terug, die snelheid. Als je ziet die snelheid waarmee je oplevert, de huizen, de kwaliteit waarmee je doet, kwam echt dicht bij het hart. En ik dacht terug, daarom toen ik kwam aan die Aja van me, zei je moet snel gaan. We moeten die mensen helpen, die mensen wachten. En we kunnen ze niet lang laten wachten. Dus ik ben bijzonder trots, maar ook heel emotioneel geraakt als ik deze projecten van PND Real Estate zie. En daarom zei ik, president, het is een bijzondere eer. We willen graag u horen hier en u zien hier. Want dat geeft alleen een signaal dat er meer zal komen dan wat er al is. Dank u wel. VP, ik ben vandaag bewust gekomen in uw district. Ik ben vandaag bewust gekomen in uw district om een paar zaken heel kort onder de aandacht van de mensen van uw district te brengen. Ik denk dat na de uitleg van het bedrijf, helpen we het bedrijf van meneer Poenhai, PND Real Estate. Er zijn een aantal entrepreneurs, er zijn een aantal business people, die welke natuurlijk binnen hun operatiegebied goed luisteren naar wat de regering zegt en kijken hoe zij samen met de regering kunnen inspelen op het beleid welke is uitgestippeld. En het is heel erg prettig omdat wij geruime tijd een sociaal akkoord hebben gesloten met het Surinaams volk. We hebben daarbij als een van de hoge prioriteiten gesteld dat een dak boven hun hoofd, elk gezin een woning,
een heel erg belangrijke droom is. We hebben pogingen gewaagd. We hebben successen gehad. En we hebben natuurlijk ook fouten gemaakt. De regering heeft op basis van die fouten toch wel wat tijd genomen om een evaluatie te plegen. En de regering heeft gezegd, ik denk dat wij jongens niet zelf moeten bouwen, maar dat wij de faciliteiten en de randvoorwaarden moeten scheppen, waardoor in samenwerking met onze mensen van het bedrijfsleven, welke veel efficiënter, effectiever is dan wanneer wij hebben gebouwd, in acht nemende de fouten die wij toen zelf gemaakt hebben, om bij de nieuwe projecten die fouten niet te maken. Het heeft geen zin vandaag om al die fouten op te sommen. Het gaat erom dat u het groot beeld krijgt. Maar terwijl we nu 17 maanden voor de verkiezingen zitten, 17 maanden ongeveer voor de verkiezingen, en wij er alles aan doen om de speerpunten van het beleid recht overeind te houden en er alles aan te doen, vooral wanneer je als land uit een crisis komt, thank to God, uit een crisis komt, om dan op spoor te blijven, zodat je de volgende gehalte kunt halen, de volgende gehalte haalt, om dan door te kunnen gaan. Wij weten dat bijvoorbeeld volksgezondheid een van de pijlers binnen het sociaal contract, een van de problemen daar naar Basokarta. Gelooft u me, ik wacht op de minister van Sociale Zaken om even wat zaken uit te dokteren. Binnen de organisatie hebben we nagedacht hoe wij samen en binnen enkele weken, gelooft u me, gaan wij dat Basokart verhaal oplossen. Want als dan weer meer die mensen in de zon moeten staan in lange rijen en onderzoek. Als we afgestemd met de minister, hebben we dat ding opgelost in 3-4 weken. Ik wens u een hele fijne dag. Ik wens het bedrijf een heel productieve dag. Ik zie straks dat de mensen van de cameraploegen overal gaan filmen. Naar de activiteiten, de rijden, de auto's, bergen, zand, enzovoort. Laten we de mensen die vandaag voor de televisie zullen zitten, weer hoop krijgen en zeggen inderdaad, als wij zo doorgaan, yes, thank God that we can do the job.